Goedemorgen Nederland. Vandaag staat een man voor de rechter die een moordaanslag zou hebben willen plegen op misdaadjournalist Doel van de Heuvel. Bij de man thuis is een raketwerper gevonden die hij mogelijk zou willen gebruiken bij zijn liquidatieplan. Bij mij te gast mediadeskundige Mark Koster en verslaggever van de Telegraaf hier, de collega van John natuurlijk. Goedemorgen. Allebei, fijn dat jullie er zijn. Ja, goedemorgen. Ja, Wiert, hoe luister je naar dit verhaal? Zelfs een raketwerper. Ja. Ongelooflijk is dat. Nou ja, er is natuurlijk al eens een keer een auto tegen de pui van het Telegraafpand gereden. En nu wordt een collega kennelijk met een raketwerper bedreigd. Ja. Kun je niet voorstellen wat het betekent voor iemand als je dit soort berichten krijgt. Wat hoor je van hem daarover? Weinig. Omdat iedereen weet natuurlijk dat John beveiligd wordt al de hele tijd. Daardoor is hij ook niet zo mobiel natuurlijk. Maar ja, zoiets kan alleen maar enorm ingrijpen natuurlijk. Stel je maar voor wat er met jou zou gebeuren als je dit zou horen. En dat zijn echt hele schokkende nieuwsfeiten. Ja, nou.